In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu. Niets meer of minder dan Radio Bergijk. Vanuit de enige horeca-toplocatie in Bergijk, Grand Café Beeks. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. We gaan een hoop dingen doen vandaag. Ik heb ten eerste iets van hoog muzikaal niveau. Ik heb ook een heel item over de reunie. Van, gloeiende god, godverdomme! Godverdomme, kadoer, kutbuik! Godgroeiende god, godverdomme! Welkom, Peer van Eersel. Mag ik even zeggen dat de uitzending begonnen is? Ja, dat kan me niks meer schelen. Iedereen mag het weten in Bergijk. De vuile teen. 12 jaar is het nog niet genoeg. Ik betaal al 12 jaar 70% van mijn WAO aan die kuthoer. En nou lijkt... Kijk, hier, Toon, kijk dan. Godverdomme, een brief van het Landelijk Bureau Inningen Onderhoudsbijdrage. En het blijkt dat de alimentatie 12 jaar lang niet geïndexeerd is. Niet geïndexeerd, wat is dat? Ik begrijp er ook niks van, maar het houdt in dat ik per jaar had ik het met de inflatie verrekend. Godverdomme! Het blijkt dat ik het bedrag over 12 jaar alimentatie, dat is 18.500 euro, dat ik dat nog een keer moet betalen aan die kuthoer! En... Maar dat geld heb jij niet, hè? Dat heb je niet, hè? Nee, dat heb ik niet, nee! Nee, je hebt het niet. Het enige wat jij gespaard hebt was een soort goedbon van de slijterij, hè? 1991, toch? Je doet de uitzending maar alleen. Ja. God! Dat is God, natuurlijk. Verdomme. Zuur. Voor Peer. Dat is even de wind tegen. Godverdomme! Godverdomme! Ik ga weg! Ben weg! Ja. Ik denk dat je inderdaad figuurlijk en letterlijk weg bent. Weggevaagd door je ex. Alsnog. Ted, kun jij eens het telefoonnummer opzoeken van die ex van hem? Die zal wel in een overwinningsfeestje zitten. Nou goed, dat komen we te zien later. We beginnen nu met de uitzending. Het begin van de uitzending is nu. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Heeft u iets nodig? Oproepertjes. Heeft u iets nodig? Plaats u een oproep voor iets wat u nodig heeft. Bergijkse oproepertjes. En dan nu de oproepertjes. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom voor de traditionele kerstwandeling door de mooie natuur rond de Cartierheide op maandag 14 juli. Het landschap, bomen en planten, vogels en dieren laten zich in de winter van een totaal andere zijde zien. Die mooie kleuren, het aquarel van de zomer in een sobere houtskoolschets. 's Avonds een wandeling in de natuur, alles is geregeld voor de winter, alles is klaar voor de winter. Zie hoe de vogels hun voedsel zoeken en struiken hun knopjes beschermen tegen de kou. Lekker een frisse neus halen, midden in de winter op 14 juli. De IVN-gidsen vertellen ook hoe de winter een spannend jaargetij is, vol met verbazingwekkende verschijnselen. Zoals er zijn heel veel planten, heel veel dieren, want het leven begint in de winter op 14 juli in de Cartierheide. De wandeling staat 's ochtends om 5:30 vanaf de parkeerplaats van de Staatsbosbeheer aan de Postelseweg. Hoek Breda's de baan. De wandeling zal circa 18 uur duren. Neem een tap, stevige wandelschoenen mee. Gratis en de afloop van de wandeling. Even, sorry. Ja. We hebben jou gelegenheid gegeven om oproep, maar ja. Wat zeg je nou? Traditionele... Het is de kerstwandeling op 14 juli in de Cartierheide. Grandioze wandeling met vogels en planten in de winter. Ja, in de winter zeg jij. Ja. Maar wacht nog eens even. Alles staat in knop. De vogels zoeken voedsel. De vogels leggen misschien ook nog een ei. Ja, rustig.
Wacht even. Noem nog eens die datum. 14 juli, maandag 14 juli, ochtends om 5:30 start de wandeling vanaf de parkeerplaats. Ja, rustig. Zijn we nou zeker die datum? 14 juli is de kerstwandeling op de Cartier. Hou maar op, gewoon alleen de datum. 14 juli. Ja, en dan zeg jij winter. Ja. Denk nou eens na. 14 juli. Ja, denk nou eens na. 14 juli. Ja. Een winterwandeling op de... Ho. Zeg het, dat is heel langzaam. 14 juli. Ja, zeg nou eens gewoon alleen de maand. Juli. En dan zeg je winter. En dan zeg ik een wandeling op de kerk. Nee, ho. Vanaf de Postelsweg. Nee. 14 juli. Onder begeleiding van... Nee. Bomen naar plaatsen en knop. Vogels leggen een ei. Nee. Vogels leggen geen ei. Vogels leggen een ei. Ja, maar niet in de winter in juli. Dat kennen nou allemaal leren tijdens die wandeling. De vogels hun eieren leggen. Tijdens de winterwandeling op de Cartierheide op 4. Nee! Oeh, godverdomme! Wat? Dat haak niet door! Het is helemaal niet mijn vogels kijken. Het is alleen maar van planten. Sorry, dat had ik verkeerd gezegd. Ik zeg heel veel planten en dieren nou en vogels leggen ei. Het is niet mijn vogels en eieren, want die man die kan die dag niet. Dus sorry, dan moet ik even opnieuw inspreken. Oké. Een kerstwandeling over de Cartierheide. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom voor een traditionele kerstwandeling. Door de kerst! Wat is kerst? Op maandag 14 juli. Einde oproep. Tijdje. Bomen en planten. Stel. Vogels en die... Oh godverdomme, zeg ik het weer. Het land. Nee, laat maar. Bomen en planten laten zich dit jaar getuigen van het Tijdje, zomerse sneeuwmuziek. Een mooie kleur. Met een kerstachtig tintje. Wel van de zomer. In een sobere houtskool. Kop dicht. Tijdens de wandeling neemt u aan hoe die natuur Kop alles is. Dicht. In de winter. Zo, afronden. Nou, weg. Geen vogels. Oh, man. Geen eieren. Alleen maar struiken en bomen. U beschermt u tegen de kou. En een tip. Neem stevige wandelschoenen mee, want het is koud. Tijdje. Radio Bergijk. Dames en heren. U heeft misschien gehoord dat aan het begin van de uitzending Peer van Eersel. Ja. Laten we zeggen, een steentje in zijn schoen had. En dat houdt verband met een bepaalde regeling die is ingevoerd. Waardoor hij nog een sommetje geld moet overdragen aan zijn ex-vrouw. En het leek mij toch wel eens aardig om eventjes met haar te praten over wat zij daar nou eigenlijk van vindt. Als het goed is, heb ik aan de lijn mevrouw Hildegard van der Maden. Ja, met Hildegard van der Maden. Hallo, hoe gaat het? Ja, goed, je spreekt, misschien weet nog, ja, met Toon Sporenberg. Ja, Toon. Ik weet wel wie je bent. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, Hildegard. Luister, er is iets gebleken dat Peer, jouw ex, alsnog een substantieel bedrag van 18.500 euro aan jou moet betalen op zeer korte termijn. Nou, zou het jou niet verbazen dat Peer geen eurocent te makken heeft?
Wat vind jij daar nou van deze... Geeft het een goed gevoel? Nou... Overwinningsgevoel? Nou, ik ben eigenlijk... Nog eventjes op... op lange termijn toch nog eventjes... Nou, Toon, ik... Ik vind... je overvalt me hier erg mee. Oh. Ik heb hier geloof ik niet zo'n zin in om nu... Nee, maar geeft het een gevoel van... Ah, heb ik hem toch nog eens een keer goed... Nou, ik ben helemaal niet uit op wraak of... Maar kijk, er zijn natuurlijk een aantal dingen voorgevallen tussen ons die... Nou goed, daar ga ik dus verder niet op in, maar... Het komt mij toe, laat ik het zo zeggen, het komt mij toe. Ja, en... Het komt mij gewoon toe. Maar dat voelt toch lekker? Dat voelt toch lekker om... Nou, zover is het nog niet, want wat je zegt, ik weet ook wel dat... Nee, maar kom op, dat voelt toch dat je nog één keer zo in die wond... Dat zout kan en poeren in die... Want je kent hem nog, je weet hoe hij gereageerd heeft... God. Ik heb daar geen fantasie bij nodig. Ik weet heel goed hoe hij zal gereageerd hebben. Dat zal niet van de lucht zijn geweest. Nee. Maar het zit ook niet in mijn aard om daar nu... maar je weet dat toch? Je weet dat dan toch? Op het moment dat die vent jou destijds zo het bloed onder de nagels vandaan hadden... dat hij nou eindelijk een keer vol met zijn hoofd in de eigen stolt wordt gedrukt en gewreven en dat moet toch heerlijk zijn? Nou... Hildegaard! Dat moet toch heerlijk zijn? Nou, ik zal de laatste zijn omdat... Zeg nou gewoon dat het heerlijk is, dat je de martelgang die Peer nu doorgaat, dat je waar je staat te juichen met Hildegaard, kom op! Nou, het enige wat ik daarop wil zeggen is dat het natuurlijk niet vervelend is. Aankom, kom, en, niet vervelend. Ik heb erg veel letsel geleden, materiaal ja. en ook geestelijk. Dus zeg maar, wat nu gevraagd wordt, is nog maar het topje van de ijsberg. Ah! Aha! Hildegaard! Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Eén klein dingetje. Ik geloof dat Peer richting jouw huis komt. Nou, daar ben ik op voorbereid. Ik heb mijn maatregelen getroffen. Dus hij zal van een koude kermis terugkomen. Oh. Nou, hartelijk dank. We volgen het op de voet. Wat zeg je? We gaan het op de voet volgen. Wat hoor ik? Ja, nou, dat is een speer. Maar ik raak hier echt niet van in de war. Maar ik hoor van alles breken en ik... Ja, maar goed, alles wat... Nou, hoppatee, er komt nog een. Alles wat hij nu aan schade maakt zal gereïndexeerd worden op het bestaande bedrijf. Zo. Dus zeg dat maar tegen je. Ja. En je kan nog het geld fluiten, kerel. Nou, Tijdje, zet die lijn maar dicht. Ik raak hier dus echt niet van onder de indruk. Ja, weet ik. Maar Tijdje, zet die lijn maar dicht. Goed, dames en heren. Nou, we gaan dit inderdaad in geuren en kleuren volgen verder. Ik hoop werkelijk dat mijn collega en beste kennis Peer hier goed doorheen komt. Want het is natuurlijk ook wel sneu voor. Goed. Attentie, attentie. Radio Bergijk verhuist naar een ander tijdstip. Radio Bergijk gaat naar etenstijd. Vanaf 9 september. Radio Bergijk. Elke zaterdagavond om 6:30. Op deze zender. En dan kunt u nu luisteren naar het Radio Bergijk diepte interview. Ja, dames en heren. Er is hier iemand in Beeks bij ons aan tafel geschoven. Ik zal hem even introduceren. Maak je een beetje een onrustige indruk dat je het nu doet? Ja, maar dat is live radio. Hè. Dat is altijd, zit een soort minimale spanning op. Maar die is ook
verlevendigt het ook. Gaat u rustig door, maar ja. Het valt me gewoon op. Ja, goed, u hoorde de stem al. En het is een expert, een deskundige. Weet het allemaal, als mensen scheiden... Dan komt daar natuurlijk onnodig veel geweld bij kijken. Maar vaak heeft het ook zijn effect op de kinderen. Ja. Van de desbetreffende, elkaar kapotmakende echtpaar. Ja. Meneer Bultman, want zo heet u. Kunt u eens uitleggen, wat gebeurt er met kinderen in zo'n periode van scheiding? Maakt u alsjeblieft een flink verhaal van, want ik heb een broodje eten. Kinderen kunnen natuurlijk allerlei gedrag vertonen. Oh. Het, vaak voor ouders onduidelijk gedrag. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld extreem rustig worden. Wat is dat? Extreem rustig. Wat is daar mis mee? Er wordt vaak gedacht dat kinderen extreem onrustig worden. Van scheidingsperikelen. Ja. Maar mijn ervaring is eigenlijk meer dat kinderen extreem... Ik kijk ondertussen een broodje. Ik zie het. Extreem rustig worden. Ja. Op het bewusteloos af. Juist. Dus dat je denkt, zit er nog leven in? Dat is een van de onverwachte bijverschijnselen die kunnen optreden als een kind wordt verteld dat de ouders gaan scheiden. Ja. Dat is het? Dat was het, ja. Dat is tot nu toe mijn, mijn toch opzienbare conclusie als echtscheidingsdeskundige. Dat kinderen dus... Extreem rustig worden. Op het comateuze af? Op het comateuze af. Of, je hebt ook kinderen die worden ongrijpbaar. Die rennen heel hard. Die stuiteren na het horen van het bericht van de scheiding, de echtscheiding. Waarover is, wat ik wel tegen de mensen thuis wil zeggen, gaat u alsjeblieft allebei gezamenlijk aan het kind vertellen dat u wilt gaan scheiden. Ja, waar ligt meestal de schuld van zo'n scheiding? Bij het kind. Zie je wel. Algemeen kun je wel zeggen dat de schuld bij de kinderen ligt, die dan door extreem onrustig gedrag aanvankelijk de ouders op de zenuwen gaan werken en pas na het horen van de scheiding ineens, als het niet meer hoeft, op laffe wijze proberen. Je kunt het wel, ja, maar ja, we kennen allemaal het gedrag van kinderen, daar is lafheid, staat daar natuurlijk wel bovenaan. Ja. Kinderen zijn natuurlijk ontzettende laffe, nare meelopertjes die. Uiteindelijk maar één doel hebben. Ja. Kapot maken van het huwelijk van de ouders. En ja. Wat zijn sancties die u aanbeveelt tegen kinderen? Nou, in het algemeen. In het algemeen is het natuurlijk verstandig om niet aan kinderen te beginnen in de eerste plaats. Nee. Maar als je ze dan hebt, ja. Dan heb je natuurlijk, zijn er kinderen bij die zijn ongrijpbaar. Ja. Dus die kun je eigenlijk niet aanpakken. Nee. Want je kunt ze niet grijpen. Dus dan heb je een probleem. Dus dan is het beste om ze, dat ongrijpbare kind op te sluiten in een ruimte. Klein, groot? Nou, het maakt niet zoveel uit. Gewoon in de ruimte waar het kind zich dat moment bevindt. Het kan een willekeurige ruimte zijn. Ja. En er dan slaapgats inpompen. Om het ongrijpbare kind ten eerste te kunnen grijpen. Ja. En daarna op een rustige wijze van het leven te kunnen beroven. Toch doodmaken. Ja, dat is natuurlijk wel het allerbeste wat je met kinderen kunt doen. Redt dat dan ook een huwelijk, denkt u? Ja. Dat kan een huwelijk... laat ik het zo zeggen. Redden is een groot woord, maar zeer ten goede komen. Juist. Het niet hebben dan wel doodmaken van kinderen... is over het algemeen een buitengewoon goede manier om een huwelijk te redden. Nou, dus mensen, dat zijn... aan de slag, zou ik zeggen. Ja. Klare taal van de heer H. Bultman... Doe er uw voordeel mee, zou ik zeggen, thuis. En wie weet... wordt op deze manier een of andere scheiding nog vermeden. Tijdje, echt scheidingsmuur. Ze kijken elkaar aan. Urenlang. Ze kijken elkaar aan. Zwijgzaam en een beetje bang. Ze willen uit elkaar zonder de pijn al jarenlang. Al die mannen, al die vrouwen, ze hebben van elkaar gehouden. Al die mannen.
zie jij er verhit uit. Ja, ik heb de rechte vraag genomen. Ja, ik heb dat via de telefoon. Je staat altijd aan de telefoon. We doen met een of andere heksenvriendin het... Nee. Ouwehoeren. Heb ik drie bakstenen. Nee hoor. Je was live op de radio. Zat van dat HR3 thermopane met warmtewerend folie ertussen. We hebben het allemaal gehoord. Je was live op en de radio. En dat springt dan niet met gewoon brekend hars. Nee, dat is een knal als thermopane kapot springt. We hebben het allemaal gehoord, Peer. Maar hoe bedoel je? Ik was stom toevallig aan de telefoon met... ik had een verkeerd nummer gedraaid, geloof ik. Maar niemand heeft mij gezien. Niemand heeft gezien dat ik gegooid heb. Nee, maar jouw stem laat zich vrij goed herkennen. Hoe bedoel je dat? Ik heb heel goed om me heen gekeken. Niemand heeft mij gezien. Nee, maar wel gehoord. Hoe bedoel je dat? Nou, er was... Ze was met een vriendin aan het bellen? Nee. Hoe weet jij dat? Er was hier een verkeerd nummer gedraaid. Dus ik kreeg haar stom toevallig aan de telefoon. Had jij? En toen heb ik even gebruik gemaakt om dat kutwijf te zeggen... wat ik er eens van vond en dat het schandalig was. Wat ze mij aandoet? Ja, dat heb ik helemaal gezegd. En toen... hoorden we. Op de achtergrond? Nou, dat was bijna geen achtergrond meer. En was mijn stem herkenbaar? Ja. En is dat... Nee. Ja. Nee? Ja. Dan krijg ik dat ook... Ja, want de schade wordt ook gereïndexeerd of zoiets. Dus dat komt weer in dubbel. Oh, had ik nu begrepen. Ik ben god... Waarom lukt er nou? Waarom gaat er nooit iets goed? Geld. Wat voor domme kut, hoor. Dag het thuis. De hoogte van het bedrag neemt nu kwadratisch toe. Ah nee, godverdomme. Dat heb ik net gelezen in dat artikel. Kwadratisch. Dus zeg maar, je moet nu 18.500 betalen. En als je dat volgende week niet hebt, dan is het 18.500 maal 18.500. Dat is, als ik even een pen en papier mag... Ik wil het niet meer horen. Ik hoor niet meer. Dat komt dan al gauw neer. Op 18 keer 18 is... Ik hoor het niet meer. Nou, ga uit van... Ik luister niet meer. 196.000... 232.000 euro. Ik hou er mee op. 232.000 euro. Ik hou er mee op. Oh nee, ik heb een nulletje vergeten. 34.000.000. 225.000. Ik zou zeggen, schraap de centjes bij elkaar. Wat is dat? Hey. Goedendag, dit is Peer van Israël. Gaat u bij kijken? Wonen in een sfeer die bij u past. Interieur wonen Patrick en Sandra Boulaert. Of wilt u liever een complete specialist in raamdecoratie? Dat. Of wilt u prettig winkelen? Dat. En stappaars. Hij is het nu kwijt. Dag, dit is een van de regelmatig terugkerende radio reportages van Peer. We zijn hier vele contactjes doorgebrand, geloof ik. Voor de hekken van Auschwitz, waar we een fijne sfeerreportage gaan maken in de oven die ingericht is. Dat. Je moet gewoon helpen, want hij staat zich al mummelend uit te kleden. Je kan tegenwoordig je barbecue in een zwart-wit dit met een bal aan je voet. Hij is nu naakt. En dan gaan ik mezelf insmeren met mijn eigen stront. En inderdaad, hij is zich aan het insmeren met zijn eigen stront. En ik speert in mijn haren. Yo. Hij is nu met... Nou, ga ik een beetje op de grond liggen rollen. En met mijn duim in mijn mond. Hij zit nu... Hij zit nu met een grote draaiende beweging ergens in zijn kruis. Iets af te schroeven lijkt wel. En nou kijk ik nog even. Zo. Hij is zojuist klaargekomen. Nou, Ted, kom. We zijn er toch uit, of niet? Niet! Eindigen! Kom helpen hier! Luisteraars, u luisterde naar een archiefhoorspel. Uit de archieven van een archief. Dus, dat was er tussendoor geschoten. Ted, kom helpen hier! Godverdamme!
Radio Bergijk. Korte mededeling. Mededeling. Wegens overmatige belangstelling voor de dag van de doodswens op het evenemententerrein is de dag nu verdeeld over 2 weken. 2 weken dus, een stampvol evenemententerrein voor mensen met een doodswens. Ook deskundig advies voor mensen met een doodswens is verkrijgbaar in kiosken. De 2 weken dus van de doodswens. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu. Niets meer of minder dan Radio Bergijk. Vanuit de enige horeca-toplocatie in Bergijk, Grand Café Beeks. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Ja, goeiedag dames en heren. U moet me even niet kwalijk nemen. Ik moet toch even... Kijk... Tentwoord is mijn pen. Ja, het is zo, er is een gemeentebericht, maar... Net mijn pen. Ik had hem hier... Peer heeft de cijfers nog verkeerd. Hij zat achter mijn oor. Overgeschreven. En op die manier is dat bericht nog door Peer, nog door mij... op enige zinnige manier voor te lezen, terwijl het toch heel belangrijk nieuws is. Dus Peer, ik zou jou willen vragen om als de sodemieter... dat bericht opnieuw samen te stellen, zodat de cijfers wel kloppen. Ja, Beeks, ik ga even op de play zitten, want ik moet nadenken en rekenen. Ja, en dus, schrijven. Ja. Ik zit op de play. Ja, Peer zit even op de play, dames en heren. Dan kan hij zich het best concentreren in zijn eigen apenlucht. En wij gaan ondertussen, denk ik... Dat heb ik gehoord, Sporenberg. Ja. Ga dat bericht dan maar goed maken. We gaan door met een gesprek. En dan nu. Een Radio Bergijk gesprek. Een gesprek van Radio Bergijk. Dames en heren, ons aan tafel is aangeschoven. Ik mag bijna zeggen overactieve voorzitter van talloze verenigingen, Harry Heesters. Ja, goeiedag. Harry Heesters, hoeveel verenigingen heb jij inmiddels onder je hoede? Momenteel doe ik het wat rustiger aan vanwege de hyperventilatie, waar ik nu over kon vertellen. Nou, de Bergijkse vereniging van hyperventilatiasten. Ja. Als die niet meetel zijn het er 27. Dus ik ben er iets rustiger aan gaan doen. Maar dat heeft alles te maken met de hyperventilatie waar ik de laatste tijd een beetje last van kreeg. Ja, de eerste keer dat ik hyperventilatie kreeg, was ik aan het werk. Ik werkte toen op kantoor. En ik werd opeens, moet je weten, het voorwerk verschrikkelijk misselijk. Oh. Ja, het zweet bak me aan alle kanten uit. Ik had het ook erg benauwd. En omdat ik niet wist wat het was, raakte ik ook nog in paniek. Ja. En een collega van me kwam me overnemen en reed me meteen naar de dokter. En de dokter zei, als je nou eerst eens, Harry Heesters, als je eerst een rustig gaat ademen. Want dat deed je niet. Nee, en wat bleek, ik had hyperventilatie. En dat wist ik helemaal niet. Ik moest me concentreren, zei de dokter, op mijn buikademhaling. Want ik was alleen maar vanuit mijn borst aan het ademhalen. Nou, dat hielp en na een tijdje trok alle klachten weg. Ja. Dus, je hebt er geen last meer van? Jawel. Oh. Want voordat ik echt in de gaten had dat er echt iets mis was, daar ging er nog wel iets overheen. Want ik had op dat moment had ik 3 banen om financieel gezien en al die voorzitterschappen mijn hoofd boven water te houden. Ja. En ik vond dat ik dat maar aan moest kunnen. Ik vond, kom op Harry, niet piepen, gewoon door met je 3 banen en je 28 voorzitterschappen. Maar je begon dus ontzettend te piepen eigenlijk. Nee, ik begon toen niet te piepen. Geen haar op mijn hoofd, niet op mijn aandacht. Kijk, ik was gestopt. Ik had 7 studies lopen daarna bij de LOE. En omdat ik verschrikkelijk op de LOE werd gepest... Ja. Kijk, ik was bij de LOE gaan studeren, want ik denk, dat pesten ze niet.
Ja. Want dat is schriftelijk. Ja, maar dan blijkt dat ik schriftelijk ontzettend gepest werd met mijn hyperventilatie. Dus, je kreeg een stempel opgedrukt. Ja, en doordat die pesterijen, die werden veroorzaakt door mede-LOI-studiegenoten, ja. Moest ik uit mijn woning weg. Want het was schriftelijk. Ja. Dus toen stond je onder druk. Toen stond ik op straat zonder opleiding. En had ik nog alleen maar die 3 banen. En 28 voorzitterschappen. Ja. En niet veel later werd ik opeens 's nachts wakker. Ik was weer heel misselijk. Ja. En Toos Voorwerk, het heeft eigenlijk de symptomen van een hartinfarct. Mijn vader en mijn moeder zijn allebei overleden aan een hartinfarct. Ja. Dus ik was dood dat ik ook een hartinfarct had. De eerste keer, je weet niet wat je overkomt. Nee, ik moest ook overgeven. Oh. En ik ging heel erg bibberen. Echt alles schudden. En om de paniek te verminderen, ging ik toen luisteren naar de ademhaling van mijn partner. Ja, toen had nog een partner. Gezegd. Nee, ik had helemaal geen partner. Maar de dokter zegt, als je dan weer in paniek raakt, moet je gaan luisteren naar de ademhaling van je partner. Ja. Dus ik luisterde, maar ik hoorde niks, want ik heb geen partner. Nee. Dus daarvan ging ik ontzettend hyperventileren. Ja. Toen heb ik de dokter opgebeld. En toen zei ik, dokter, wat is het dan met mijn hand? En de dokter zei, ja, dat is hyperventilatie. En toen heb ik de dokter laten komen. Ja. Die heeft toen een EEG gemaakt van me. Ik was echt heel erg in paniek. De dokter was ook geschrokken. En toen zei hij, het is gewoon weer je, Harry, het is je hyperventilatie. Ja, maar als een dokter zegt, je moet naar de ademhaling van je partner en zegt, je hebt geen partner, wat is dan de oplossing? Nou ja, leren leven met hyperventilatie. Of een partner zoeken. Ja. Nou, toen had ik op een gegeven moment een partner, maar die had ook hyperventilatie. Ja. Dus toen lag ik te luisteren. En toen werd naar mijn partner's hyperventilatie. En daar ging ik toch zo van hyperventileren. Ja. We joegen elkaar op tot ongekende hoogtes. En toen op een gegeven moment lagen we allebei te braken en te bibberen van de hyperventilatie. En te schudden. Toen is het uitgegaan. Jezus. Dat heb ik nog vergeten uit te leggen, want hyperventilatie is eigenlijk een verkeerde manier van ademen. Oh. Hyper betekent hoog en ventilatie. Dat betekent. Zijn of die dingen in het plafond. Ja. Of ademhaling. Oh. Dus hyperventilatie betekent dus eigenlijk letterlijk hoge ademhaling. Dus bij hyperventilatie ademen mensen eigenlijk sneller dan normaal, waardoor het bloed te weinig koolzuur bevat. En hier ontstaan klachten. Ja. Dus mensen met hyperventilatie hebben klachten als benauwdheid, beklemming op de borst, ziekte van Parkinson, Crohn en Meijer, spierziektes, spierdystrofie, ALS, virusziektes, schimmels als candida, migraine, hoofdpijnklachten, slapeloosheid, ontstekingen, bijvoorbeeld voorhoofdontsteking, nek- en rugklachten, bronchitis, astma, acne, RSI, ME, MS, fibromyalgie, depressie, stress, burn-out, angsten, fobieën, maculade generatie, problemen met de huid, schild, klier, menstruatie, maag en darmen, hart- en vaatziekte, vermoeidheid. Kortom, hyperventilatie. Dat is een heel pakket. Dat is het begin van al deze klachten. Ja. Kun je daarvan genezen? Nee. Dat heb je voor het leven. Je hebt het voor het leven. Je kan alleen proberen iets lager adem te halen. Ja. En lukt dat? Nee. Oh. Nou, hartelijk dank voor de toelichting, Harry. Was het duidelijk? Ben ik... Je was wel duidelijk, denk ik. Heel vaak, denk ik. Ik heb zelf een beetje... Ik begin een beetje te zweten en te schudden, maar... Dan kan je het dan nog zeggen. Dan begin jij ook te hyperventileren. Nee. Nou ja, ik hoopte het. Nee, maar het is niet zo. Goed. Hoge ademhalingsmuziek, Ted.
En dan nu. Tijd voor de dames. In Miet van Bommels. Vrouwen. Excuus. Dames en vrouwenhoekje. Dames en heren, maar vooral dames. Hartelijk welkom in Miet van Bommels Vrouwenhoek. We gaan even kijken naar wat we volgende week gaan behandelen. We gaan de typische vrouwenklachten behandelen. De vrouwenklachten waar u al zo lang op zit te wachten. Zoals daar zijn. Pijn, kanker, ziekte van Parkinson, Crohn en Meniere, spierziekten zoals daar zijn. Spierdystrofie, ALS, spierziekten zoals daar zijn. Griep, schimmels en ook candida, migraine en andere hoofdpijnklachten. Andere ziektes zoals er zijn. Slapeloosheid, ontstekingen zoals er zijn. Voorhoofdholteontsteking, osteoporose, reuma, hernia en andere nek- en rugklachten. Bronchitis, astma en allergieën. Acne, RSE, ME en MS. Depressies, stress en burn-out, angsten en fobieën, maculadegeneratie, problemen met de huid, schildklier en menstruatie, maag- en darmklachten, hart- en vaatziekten, vermoeidheid en ook remming van ouderdom en slijmvorming. Kortom, we gaan het over de hele vrouwelijke scala van vrouwenziekten hebben. Stemt u radio af volgende week op Miet van Bommels Vrouwenhoek. Dag! Radio Bergijk. Oh, dus nou heb jij, dit heb je dan... Wacht, ja. Heb je het zo opnieuw? Moet je kijken wat een pak papier, man. Ja, nee, ik heb het in volgorde gezet. Hè? Ik heb het in volgorde gezet en de percentages kloppen nu. Echt waar? Dus, ja. dus kan nu? Ja, doe je, ja, ik ben uitgeput, man. Oh. Tijd, ik zal altijd eerst zeggen, gemeentebericht, en dan zal jij de tune inzetten. En nu kom je er weer dwars doorheen. Nou, goed, excuus, dames en heren. Gemeentebericht dus. Wat wil het verontrustende geval? Er is een gigantisch onderzoek geweest onder de Bergijkse bevolking. En wat blijkt, en dat, daar is de gemeente echt, ja, overstuur van, om het zo maar te zeggen. Als we het even persoonlijk emotioneel duiden. Want wat is gebleken nog steeds is 10% van de bevolking van ons prachtige dorp Bergijk niet racistisch. Het grootste gedeelte daarvan zit in zorgcentrum Sint-Jozef. En die mensen, ja, wat het is, weet ik niet. Die hebben een enorme plank voor hun kop en die houden ze daar blijkbaar ook. Die gaan uit van een soort gelijkheidsprincipe of inlevingsvermogen. En die 10%, en daar wordt nu een grote campagne voor opgezet, om die 10% te verlichten, om het zo maar te zeggen. Om de lampen in de bovenkamer met een touwtje aan te knippen. Zodat ze kunnen zien ja, hoe kortzichtig en ouderwets ze eigenlijk zijn. En weet je hoe inhumaan het is? Natuurlijk. Natuurlijk. De gemeente heeft een, wat dat betreft een heel duidelijke stelling genomen. Racisme eerst. En daarna nog meer racisme. En op de derde plaats racisme. Vervolgens racisme. Punt 6, racisme. Punt 7, meer racisme in de gemeente. Punt 8, er kan niet genoeg racisme zijn. En weer een herinvoering van de doodstraf voor allochtonen. Ja. En dan hoef je niet eens wat gedaan te hebben. Nee. Maar als er al een vermoeden is dat je en allochtoon bent en iets gedaan hebt, volgt meteen de doodstraf. Standrechtelijk. Precies. Een nekschot. Precies. En zo hoort het ook. En terug, zo gaat de gemeente het ook aan. Terug naar een rechtvaardig Bergijk. Ja. Tot het einde zo gemeentebericht. Reclame, reclame. Tijd voor reclame. Reclame. Reclame.
van Venne. Voor de garageboxen te huren in zomeren voor leuke vakanties. In en om het huis. Huur een garagebox bij Van Venne voor 50 euro. Je kunt de garagebox huren voor een leuke vakantie. In en om het huis. 50 euro bij Van Venne. Radio Bergijk. Live. Ja, oké, goed, u krijgt allemaal uw zin. Ook wij moeten gaan mee in de vaart der volkeren. En wat ik dan zelf vind als rechtgeaard radiomaker, en Toon is het met mij eens, dat het eigenlijk een soort kanker aan het worden is die door de radio en andere media woekert. En dat is natuurlijk, en ook wij kunnen er niet aan ontkomen, en daarom beginnen we er vandaag mee. Het is met Radio Bergijk Shownieuws. En hier naast mij zit... eigenlijk onze eigen Bergijkse Glamour-verslaggever, dat is Gerco Schreuder. Ja, dat kan je wel zeggen dat ik dat ben. Ja, Gerco, jij stond eigenlijk al in de coulissen te trappelen omdat jij graag zo'n rubriek zou willen verzorgen op Radio Bergijk. Ja. Radio Bergijk Shownieuws. Nou, het is niet zozeer dat ik dat dan graag wil, maar de mensen die vragen erom, die zijn er toch mee bezig. Precies. Leuk. Ja? Nou ja, de microfoon staat voor jou open. Tetje, hebben we een tune? We hebben een hele speciale tune voor Radio Bergijk Shownieuws. Radio Bergijk. Glamour. En Shownieuws. Wat gebeurt er met de sterren? Welke roddels doen er de ronde? Welke vuige achterklap waait door het dorp? Welke valse beschuldigingen dwarrelen door sterrenland? Welke smeerlapperij wordt er op de stoep gegooid? Hallo! Hallo, nou, dit is dan Shownieuws. Nou, laatst was ik bij een geweldige show waar allemaal Bergijkenaren een nummer ten gehore brachten. Van bekende Nederlanders die niet in Bergijk wonen. Nou, Edwin Bolt deed ook mee en die zong een nummer van Wolf de Kroes. En hij behaalde daarmee een vierde plaats in die wedstrijd. Nou, en daarna kwam Noor Luiten. En Noor die zong een lied, dat had de titel Stupid. En dat was van iemand die Tess heette. En ook Noor behaalde een vierde plek. Show! Nou, ze kwamen allemaal uit Bergijk, die twee. Dat zijn veelbelovende showmensen. En ze hebben beloofd dat ze volgend jaar weer meedoen. Dus... Ach, en Gerco, jij komt natuurlijk ook wel achter de schermen dan. Oh. En dan vertellen ze jou natuurlijk ook wel... misschien privé dingen. Ja. En zijn er nog leuke privé onthullingen over deze Bergijkse sterren? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Lars, die gaat volgende week verhuizen naar de Meerkoetlaan 14. Ach! Hij heeft daar een groot huis gevonden. En ook met een garage waar hij dan zelf kan gaan oefenen voor zijn show. Nou, ja, dat is een fijne primeur die jij hier zo de eter in springt. Ja, hebt. Ja, dat is geweldig. En er is binnenkort, dat is dan in de gymnastiekzaal, wordt er een cursus gegeven, showkleding knippen en naaien. Zodat je zelf eigenlijk je eigen entourage in elkaar kan zetten als je een show wil gaan beginnen. En dat wordt dan geleid door Noor Luiten, die ik net al noemde van die verdienstelijke vierde plaats. En die gaat dat leiden. En je kan gewoon komen
En dan wordt ook jouw wereld zot. Ja, showwereld. Knip je eigen ster. Knip jezelf tot een ster. Zoiets is het. En dat wordt op hergeikenaren zoals Lars Luijten en Noren. Die worden dat wat tot begeleid. Ja, nou en dan misschien omdat je tijd erbij op zit, heb je nog echt een echt heet nieuwtje. Waarvan heb je nog echt iets waarvan de mensen denken, ja, daarom willen we shownieuws op Radio Bergijk. Echt iets wat hout snijdt in de glamourwereld. Ja, dat is pijnlijks. Dat is natuurlijk Haanbraak naar de begrafenis van Corrie van Gorp is geweest. Ach. En heeft hij ook een heleboel sterren gezien. En, omdat hij vroeger een lied van haar op zijn playback repertoire had, had hij toch een soort verbintenis met haar. En het was heel mooi. Ach. Nou ja, en omdat je... Nou ja, het ziet er bijna op. De eerste show in Glamour News van Radio Bergijk. Dus heb je om af te sluiten nog echt iets... Een nieuwtje waarvan je denkt, zo... Daar moet je toch Gerco Schreuder voor hebben om daar achter te komen. Iets wat eigenlijk echt een beetje naar is voor degene waar het dan over gaat. Dat dat zomaar op de radio wordt uitgezonden. Echt iets, een naar, vervelend weetje. Ja, iets van iets gênants. Ja, heb je dat zoiets? Is wel gênant. Maar dat is onze bekende goochelaar. Evie van Heeswijk. Evie van Heeswijk, ja. Ja, die schijnt alle tijdspanningshoofdpijn te hebben. Ach. Ja. Daar heeft hij onder het goochelen ook last van. Ik zou zeggen, geweldig dat je bij Radio Bergijk dit spits wou afbijten met show en glamour nieuws. Ja. En nog even snel, iets echt heel vervelends. Ja, iets echt een sterfgeval, kindje dood, nee, iets echt ergs. Ja, dat was dat iemand met... Gebeurd kracht. Dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Ja, maar dus noem eens wat, zeg nou eens wat. Nou, Gerco, het is show en glamour nu, het is ook roddel en achterklap. Nou, dat Kelly Clarkson... Ja, die heeft iets ergs, maar nou echt iets ergs. Ja, die is door... Nee, echt iets ergs nu. Anders kan je het vergeten met je glamour en shownieuws. De mensen willen iets ergs. Iets verschrikkelijks, iets pijnlijks. Ja, als de autosleutels kwijt was. Gerco, ik bedoel iets echt. Ja, waarvan je denkt, zie je wel, die sterren ook. Het zijn ook klootzakken. En ook hufters. Kom op, iets. Iets naars, kom op. Gerco! Het is voorgedrongen bij de koffieautomaat. Iemand van... Ja, nou kan je opschouten, Gerco Schreuder. We willen show en glamour nieuws. En roddel en achterklap. Dit is helemaal niks. Wow. Hey, Tedje, die rubriek gaat eruit. Belachelijk. Gerco, opschouten. Oké, show en glamour muziek. En ik heb nog meer mensen die ook wel eens een liedje gezongen hebben. Schuif hem dicht, Ted. Ik heb nog... We gaan iets anders doen. Robin, de Heester Boys. Ken ik. Ted, staat hij dicht? Ik word gek. De lied Because of You. En ik ken ook nog Lisa. Waar is Toon? Ik word gek. Avril Lavigne ken ik ook. Ken ik in een festival. Wacht even. Vroeger had ik hiervoor een... Ken ik. Waar is hij? Ah, hier is hij. Nee, nou ook nog. Mijn oude Luger. En ik ken ik ook nog Walter. Meneer van Eersel, zou u dat zelf op willen ruimen? Ja, hoe deed dat vroeger ook weer? Oh ja, Bees, mag ik even je kettingzaag? Ja, en een spade neem ik aan. En een spade, ja. Het wordt even lang muziek, hè?